is nog nooit iemand arm van geworden. Het is het oudste beroep die er is. En ik, als ik moet kiezen tussen boer of hoer, dan kies ik voor hoer. Vreselijk, dramage. Gewoon hel. Echt een hel. Het programma heet gewoon verkeerd. Ja, 6 afleveringen, alleen maar hel. Ze moeten gewoon, het programma moet heten Michelle en Louisa belanden in hel. Ze werden bekend door Echte Meisjes in de Jungle en gaan nu een programma doen waarin ze allerlei beroepen gaan uitoefenen. Ik heb het over Michelle en Louisa. Hallo, hallo, jongens. Oh, hallo. Hallo, hoe maakt u het? Ja, hoe maakt u het? Ja, goed. Oké. Okay. Hey, jullie worden dan een beetje de nieuwe Geer en Goor eigenlijk, nee, dat hè? Dat kan je niet vergelijken, vind nee, ik niet. Dat vind ik ook niet. Nee, nee, dat was echt te hoog gegrepen, hoor. Ja. Dat zijn wij niet. Dat is te hoog gegrepen, ja. Ja, vind ik wel. Geer en Goor was natuurlijk echt fantastische tv. Ja. Wij zijn heel anders dan Geer en Goor. Wij zijn wel fantastisch, maar niet zo goed als hun. Nou, weet ik niet, ja. Nou, nee. Dat is heel sympathiek dat je het zegt, maar het lijkt wel een beetje op elkaar natuurlijk. Ja, nou ja, het lijkt met heel veel dingen. De een zegt Simple Life, de ander zegt Geer en Goor, de ander zegt Doenja en Daisy. Simple Life, dat was van Paris Hilton, geloof ik, hè? Dus ja, het wordt met heel veel duo's vergeleken, maar is hier in Nederland nog een leuk duo? Nee, dus dat zijn wij. Ah. Ja. Waar zijn we hier eigenlijk? In de Amstelhoek. In de café de Amstelhoek is van mijn oom. Ja. En dat is familiekroeg van mij. Ja, maar je moet even uitleggen. Normaal zijn dit soort dingen in Amsterdam of in ieder geval in de Randstad. Maar we zijn in Arnhem, hè? We zijn in Arnhem en dit is een familiekroeg en dit is van mijn oom. Okay. En wij wilden het gewoon normaal houden. Wij zijn niet zo. Ik ben op de slippers. Louisa is op de slippers. Ja. Weet je, wij zijn gewoon lekker onszelf en dat wil ik gewoon houden. Dat is gewoon niet luxe of allemaal van dat dure, chique gebeuren. Wij zijn gewoon. Mies, kom eens, kijk. Nou, ik kan dat wel, weet je. Ik had vroeger zelf ook een leuter, dus ik weet precies hoe je dat moet doen. Ik ga je weg, hoor. Ik vind het echt niet leuk. Doe het normaal, man. Ik moet even acclimatiseren. Wat? Maar ja, acclimatiseren. Wat is dat, acclimatiseren? Aan wennen. En jij, ik heb daar geen last van. Zij heeft daar geen last van. Ik zit onder de moeder. Ik vind dat we deze aflevering zijn we natuurlijk heel fris gestart. En we zijn heel lief. Maar ja, iedereen die ons... Dat moet je even uitleggen. Deze aflevering zijn we fris gestart. Ja, dat komt omdat wij daar heel lief zijn. En mensen kennen ons natuurlijk anders. Maar ik snap wel dat het programma maar Videoland heeft gedacht, we gooien deze als eerste. Ja. Wat bedoel je dan met fris gestart? Het is een beetje tam nog, bedoel je? Ja. En de kijker moet groeien, want wij worden natuurlijk niet zo. We zijn niet zo vriendelijk. Nee. Want wij hebben inderdaad net de eerste aflevering gezien. Ja. Zo tam vond ik dat helemaal niet. Dan zien jullie allemaal dingen doen bij een boer, geloof ik, hè? Oh, vond je dit niet tam? Nee, ik vond dit best wel heftig al om te zien. Oh, maak je borst dan maar nat. Oh, ja. Ja, maak je borst maar nat. Dit is nog niks. Dit is niks. Nee. Wat voor beroepen hebben jullie allemaal gedaan dan? Ja, we zijn in de ouderenzorg. We zijn. Die was heel leuk om te doen. De ouderenzorg was echt heel leuk. Dat vind ik echt heel leuk. Ja. Wat nog meer? We zijn boa's geweest. We hebben een trucuscafé hebben mogen werken. We hebben bij de riolering mogen werken. Nou, dat vind ik verschrikkelijk. En boa's vond ik wel leuk. Riolering vond ik kut. Gewoon erin, hè? Gewoon erin douwen. Motherfucker. Oh. Hij zit erin, hoor. Ja, heel goed. Dus mag je iets verder nog? Iets verder tot je elleboog ongeveer? Als je dan naar beneden voelt... Ja, stront. Nee, hoor. Jongen, wat een teringbaan, zeg. Ik zweer, ik verkoop nog liever mijn kut. En dan maak ik geen grap. Ik maak geen grap. Ja, ik zeg het heel cool, maar ik zweer het. Ik word nog liever hoer. Ik meen het echt. Hoorde je op een gegeven moment in de aflevering zeggen van... ik ben liever een hoer dan een boer? Ja, dan hoor je mij bijna elke aflevering zeggen dat ik liever hoer word als boer. Bijna elke aflevering. Kan je dat uitleggen? Ja, ik ga geen boer worden. Dan word ik liever hoer. Ja, luister. Het oudste beroep die er hebben... Ja, dat is kort door de bocht, maar ja punt. Er is nog nooit iemand arm van geworden. Het is het oudste beroep die er is. En als ik moet kiezen tussen boer of hoer, dan kies ik voor hoer. Ik denk wel dat het heel goed in de smaak gaat vallen. Weet je wat het is? Wij twee zijn natuurlijk echt wel aparte mensen. Maar mensen gaan of van ons houden, of ze haten ons. Ja, dat denk ik ook. Als ze ons haten, kijken ze alsnog. Weet je, dat is ook top. Je moet gewoon kijken, als je me haat, kijk je ook. En je vindt het gewoon een akelig wijf. En je kijkt ernaar, vind ik alleen maar goed. Oh, ja. Want ik heb views. ik ben alleen blij. Loop maar. Woppertje 1, woppertje 2. Cheeseburgertjes zonder uitjes. Wanneer en waar kunnen we het allemaal zien? Nou ja, vanaf maandag 17 juli op Videoland. Michelle en Louise werken mee, de eerste aflevering. Ja. En waarom moet iedereen kijken? Kom op. Omdat Nederland heeft humor nodig. Nederland heeft weer even wat anders nodig. Gewoon wat anders. Ja. Vind je het zo humorloos dan in Nederland? Ja, ik vind dat tegenwoordig. Zet maar het nieuws aan. Alleen maar ellende. Ja, is echt zo. Oh, ja. Alleen maar gezellig. Oh, ja. Ja, dus dan jullie maken dit programma een beetje om Nederland weer blij te maken. Dit is voor de mensheid. Nou ja, om de mensen weer te laten lachen. En niet voor je portemonnee. Nee, helemaal niet. Nee, dat doen wij niet. Nee. Hoeveel verdient het? Niks. Nee, maar ongeveer. Wat pak je nou met zo'n... Ik kijk niet op antwoorden.
Nou ja, zeg Michelle, jij antwoordt daar wel op. Jij bent een flap uit. Wat verdient het ongeveer? De mensen van Videoland zijn daar, maar... Beter als een hoer. Ja, en kut.